Goeiemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Back to Beauty, deel 2 van het gangetje opknappen. We gaan jullie even meenemen naar het galletje. Ja, dat galletje, mooi moet je mij horen, galletje. Ja, sorry voor het gele beeld, maar dit is van gisteren nog zo, hè, de toestand. Er is nog niet zoveel veranderd, kijk. Ja, oké, okay, ja. Helemaal nog niet veel aangedaan. Dus daar gaan we dadelijk mee verder. Maar we moesten even wakker worden, even weer rechargen. Want zoals je ook gisteren zag aan de video, ik had flink rode wangen van de vermoeidheid, dus ik kon niet meer. Dus vandaar, nou gaan we vandaag weer verder. Mijn mannetje zit lekker aan tafel, we hebben net ontbeten. We zitten nog heel even na te zakken, even. Hè? Maar ja, toen werden we wakker en nou jongens, echt waar hè, echt. Jullie zullen het misschien wel op in mijn Insta hebben gezien, zo niet. Moet je maar mijn Insta, dan kan je me ook maar volgen. Van Back to Beauty. En ja. Kijk. Ik weet niet of je het ziet hoor, maar. Het sneeuwt! Zie? Sneeuw. Allemaal sneeuw. Ik weet niet dat het sneeuwt. Kijk, het sneeuwt. Zie je dat? Sneeuw. Ik wil niet dat het sneeuwt! Nee. Goed, nou ja. Zoals je ziet, dat kan hier ook sneeuwen in Zeeland. Het is sporadisch. Want het is hier meestal altijd te warm. Voor sneeuw. Maar ja, als het dan zo koud is dat het gaat sneeuwen, dan is het echt koud. En dan sta ik dan in mijn t-shirtje. Goed, nou. Wij gaan de voorprepping doen. We gaan de volgende verf even lullen. En dan gaan we beginnen. Dus ik zou zeggen, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Pak of even een lekker bakje thee erbij. Ga er lekker voor zitten weer. En kijk lekker verder. Dus tot zo. Dit is de good stuff, hè? Een goede verfbus. Nou ja, emmer. Daar zit het magische groen in. Dat ook in de wc's gebruikt. Ja. En buiten met het groentje. Ja, dit is echt hele goede groen. Kijk, tada! Ja, dat ziet er niet echt vrij uit zo. Maar dat moet nog gemengd worden. Dat is altijd, dan moet je mengen. Het is nog steeds goed hoor. Kijk, het is echt van het ene stuk verf. Maar goed. Snecht. Kijk, het is echt de verf. Het moet heel goed geroerd worden. Ziet het ook weer goed uit. Wil je even oppassen met je mooie trui? Ja. Kijk, niet al te hard, want je hebt alweer een spinnenwebje op je kruidje. Even je mooie broek. Bij de kringloop vandaan dus hij gaat kijken. Lekker stugge zooi. Ja. Even geen spiritus. Spiritus? Ja. Dan lost het op. Het is geen nieuwe waterbasis natuurlijk. Nee, dan moet je mee iets aan wat bedienen. Brandspiritus. Tegen Petine. Juist, dat is de bijzittere variant. Dan kun je hem wat indunnen. Nee, hoeft niet te dunnen. Dan zet het er een keer goed op, hè? Nee, dit is eigenlijk spatrandverf voor de muren voor buiten. Kijk, alsjeblieft, dit is de kleur. Kijk, dat is de kleur. Dus. Goed, nou ja, wij gaan weer vet even de verf laten acclimatiseren, want het is een beetje koud. Het heeft nu schuur staan. Tada! Ja, dat is de eerste laag zit erop. Inmiddels zit het er al een steuntje op. Ik ga zo voor de tweede laag beginnen. Ja, de eerste deel groen zit erop. Nou, en dan wat gaan we nou hier doen? Ja, we hebben heel wat dingen aan het bedenken geweest. Behangen, schilderen. Nou, die lijstjes zo eromheen op die te onderste zo die rand, dat wordt gewoon nieuw geschilderd. Oh, focus joh. Ah, zo. En daarboven komt behang. Daarin komt behang.
De deur wordt geschilderd met wat er ook om die lange lijsten in komt te zitten. Dus dat wordt allemaal geschilderd. Dus dat is allemaal vrij netjes. En dat is hetzelfde met die kant ook. Die deur wordt geschilderd dezelfde kleur als de kozijn. Daar komt ook nog een behangetje in. Hier komt toch maar behang. Vanwege die plek, want dan is dat mooi weggewerkt. Want dat vinden we toch wel nettig. Dus dat gaat toch weg. Dus dit wordt één geheel, maar anders wordt het iets te. Dus ja, zoals je ziet, ik moet er echt nog even een tweede laag op zetten. Van boven zit hij er beter in. Op een of andere manier. Dat heb ik hier ook. Maar deze kant echt beter. Gaat aan de kant. Kijk, hier is dingen en daarboven is beter. Maar goed, ik heb weer een maakhondje. Kom maar binnen. Kom maar, Koof. Je kom. Opschieten. Goed zo. We hebben een zeiltje opgehangen. Oh, dicht zeg ik. Goed zo. We hebben een zeiltje hebben we van de zak overheen gedaan. Zo'n glycozak. Voor de stof en voor de ja, eventuele spetters. Ingelukt dit ja, spettert niet zo. Dus daar ben ik wel blij om. Dus ja, ik ga weer verder met de schilderen. Dus ik ga hier mijn muziekje aan zitten en dan ga ik weer verder. En dan moeten we nog even hier en daar het zwart nog even aantippen. Wat we toch hebben geraakt. En het wit langs de plafondrand. Want mijn mannetje die schildert altijd het plafondrand ermee. Ik zal het hier even laten zien. Kijk, even inzoomen. Ik weet niet of die focus kijkt. Mijn mannetje neemt altijd het plafondrand mee. Dus nou ja, goed. We gaan weer lekker aan de bak. Dus je ziet me zo weer. Tada! Ja. Kijk. Ja, mooi groen. Met het randje. Helemaal af. Kijk. Maar hier komt toch zo'n mooi sierplintje zo op. Zo. Helemaal netjes. Helemaal gaaf. Kijk, ja, je ziet het hem niet slecht met de camera. En hier ook. Kijk, de bel. Ook weer mooi schoon. Dit lichtknopje moet nog. Kijk. Super vet toch? Hier komt ook zo'n plintje. Zo. En dan komt hier zo. Komt ook zo'n plintjesvak in. Dat is moeilijk lang nog uit te leggen. En dan komen er van die schilderijen in te hangen. Dat is wel leuk. Ik heb de deur open gedaan, maar er is geen sneeuw meer. En dan vanaf hier zo komt op een hangertje. En dan dit gaan we toch even witten. Dat is dit. Gewoon wat er nu op zit, even opfrissen. En dan rest op een behangetje. Behangetje daarin. Behangetje daarin. En behangetje daarin. Ja, ja. En behang hier. Dan gaan we toch behangen, zoals ik al zei. Dus ja. Morgen gaan we schilderen deze deur. Dan gaan we deze hier zo dan schilderen, zoals ik al zei. En deze de kozijn als eerst zo. En dan de deur. Want ja, dat houdt op. Want ja, dit is natuurlijk niks. Hè, dat blauw en dat groen, zo, dat mensen niet. Dus dan gaan we mooi wit hè. En dan is het weer mooi strak. Is toch gaaf, hè? Of niet? En dan gaan we dan aankleden. Kijk, daar staat hier pot en deal. Dus. Ja, en dan moeten we nog een groepbrekkentje. Ja, dit kan niet meer, hè? Nu. Dus dan gaan we een mooi zeiltje leggen. Of laminaat, maar voorlopig even zeil. Totdat het mooi af is. Kijk, gaaf, hè? Ja, die ligt dan vallen ze een beetje apart. Maar als ik het de deur open doe. Kijk. Tada. Kijk, dan krijg ik dit. Tof, hè, of niet? Ja, ik vind het wel. Dus ik ga zo weer verder. De kids komen zo van school. En dan gaan we verder.
het ophangen. Oud. Dan is het nu weer even niet goed. Dan moet weer zo'n leuk clipje op. Dat clipje wil tenminste. Dat is ook nog een dingetje. Ja, dat moet ik wel graag. Hallo! Hoe moet hij er ook weer terug op? Maar vooral een beetje extra ontspanning met camera en zo en kind erbij. Je werk onder spanning, zeg ik dat ook niet. Kijk, hij doet het weer goed. Tadaa. Helemaal mooi. Goed. Vind je het niet? Ja. Ja. Kus. Ik zie alleen dat we hier nog een klein stipje hebben. Die moeten we morgen bijwerken met zwart. Dus voor de rest is die helemaal netjes. Even voorzichtig, meis, want zo zijn ze nog niet helemaal goed uitgehaald. Laat maar even lekker doen. Goed? Ik ga nu aan de kachel zetten. Ja, de beauty's. Ja. Lekker kunnen s'avonds liggen, hè? Ja. Zo, sorry. Zo, dit is het einde van deze video weer voor vandaag. Ja, het is toch weer als gewoonlijk toch weer korter dan ik had gehoopt natuurlijk. Gewoon lekker doorgaan met het video's maken en zo. Maar dat ging dus niet op. We gingen door met schilderen. Ik heb wel even een go-to-go pakket gevideo'd. Dus die komt morgen online. Dus dan hebben jullie even geen verdere... video over dat. Dat komt dus een dag later. Want ja, het is hoofdzakelijk schilderen. En meer filmen doe je ook niet echt. Dus ja. Dus dan weten jullie dat. Dat het morgen toch weer een andere video is. Dan ik had gepland. De kinderen zijn ook lekker thuis. Dus ik houd het voor gezien voor vandaag. Dus dan weten jullie ervan. Dus morgen ga ik gewoon weer heerlijk lekker verder schilderen en doen. En filmen en zo. Maar ik doe er even een kleine... tussensplitsing, dus ik dacht ik neem een to-go-to-go. Dus dan weten jullie morgen een kleine to-go-to-go video. En ja, we zien wel wat het de rest van de week nog in petto heeft. Dus ik ga de lekker eten strakjes. En ik ga de video daarna editen. Dus ik hoop dat je het toch wel leuk hebt gevonden. Doe zeker een duimpje omhoog. Laat zeker weten in de reacties of je iets leuks te vertellen hebt. En ja, ik zie jullie graag morgen weer bij een nieuwe video. En houd het in de gaten, hè? Ja, ja, houd het in de gaten. We gaan gewoon verder met deze bouwvideo's. Alleen, ja, als ik alleen maar ga schilderen ben met hetzelfde, dan heb ik niet zoveel beeldmateriaal op een gegeven moment. Dus dat zijn net wel hele kleine, compacte, korte video's. Maar voor degenen die dat ook leuk vinden, heb ik jullie ook een keer blij gemaakt, toch? Ja. Goed, nou, ik ga dit op de computer zetten, lekker editen en lekker eten en lekker met de kindjes bezig zijn. En dan zie ik jullie gauw weer. Dus... dames en heren, jongens en meisjes en genderneutrale. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag morgen.